In zorgcentrum Weidezorg organiseerde aannemer VSM maandag een informatiebijeenkomst over de sloop van de voormalige scholen Corbulo en Klaverweide in Zoeterwoude-Dorp. De sloop moet eind maart starten. Deze week is VSM al begonnen met het verwijderen van asbest. Bij de Klaverweide wordt nu asbest verwijderd. Daarna is Corbulo aan de beurt. En SKZ zit geen asbest, dus dat scheelt. En gaan de vrachtauto's met puin dan de hele tijd door het dorp rijden? Ze gaan wel door het dorp rijden, niet de hele tijd. Ze gaan zoveel mogelijk op het terrein zelf scheiden en dan stoppen ze het in bakken. En die bakken rijden natuurlijk gewoon door het dorp. Maar het is wel zo dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over wanneer ze rijden. Dus niet met halen en brengen van kinderen, ook niet als de Klaverhal net een of ander evenement heeft. Dus we gaan wel heel erg zorgvuldig daarmee om. En dan gaan er ook een heleboel bomen weg. Daar maken veel mensen in Zoeterwoude zich zorgen om. Komen er nou wel weer voldoende bomen voor terug? Ja, als het goed is wel. Vorige week hebben we een bijeenkomst gehad met allemaal bewoners wat men wil. En inderdaad, iedereen wil minimaal de bomen weer terug. Nou, er zullen een aantal bomen, die moeten helaas echt weg vanwege het slopen. Er is er ook eentje ziek en gevaarlijk, dus die moet ook weg. En daarna moeten er ook nog een stel weg vanwege de bouw. Maar als het plan eenmaal ingericht is, dan kunnen we echt aan alle kanten weer bomen toe gaan voegen. We hebben daarnaast ook nog eens 3 bomen die nu al op de plek staan en die we kunnen verplaatsen. Dus dan heb je al meteen een beetje een flinke boom in plaats van zo'n zielige spriet. Want dat willen we eigenlijk ook niet.